deze video ga ik jou laten zien wat ik eet op een dag tijdens het droogtrainen om een sixpack te krijgen. Een hoop mensen denken dat je veel bezig moet zijn met voeding en dat je allemaal lastige dingen moet eten om een sixpack te krijgen. Maar in deze video ga ik jou laten zien dat dit helemaal niet zo is en dat je met simpele maaltijden alsnog effectief een sixpack kan krijgen. Ik ga jou ook per maaltijd laten zien wat erin zit en aan het einde van de video geef ik een mooi overzicht van hoeveel gram eiwit en hoeveel calorieën dit precies is. Ik ben 1,85 meter lang, weeg momenteel 86,5 kilo en ik probeer een half kilo per week af te vallen. Voordat ik überhaupt begin met mijn ontbijt, neem ik altijd mijn vitamines en creatine. De vitamines die ik neem zijn magnesium en multivitamine. Mijn ontbijt bestaat uit een bak havermout met deze ingrediënten. Ik gooi alles bij elkaar in een bak, doe er gekookt water bij, roer het door elkaar en voilà, mijn ontbijt is klaar om te eten. Het ziet er niet uit als het lekkerste ontbijt, maar dat kan je garanderen. Het is erg lekker. Het verschil tussen mijn ontbijt tijdens het bulken en tijdens het droogtrainen is dat ik de portiegrootte verklein en dat ik tijdens het droogtrainen in plaats van chocoladepasta er nu chocolade whey protein doorheen doe. Dit voor meer eiwitten en minder suikers en om calorieën te besparen. Op in 3 minuten. Het ontbijt, het gaat er altijd wel in hoor. Het is 12:30, tijd voor het middageten. Ik heb hier een bakje met rijst, bonen en mais. Dit zit erin. Deze heb ik zondag al gemealprept. Dat doe ik sinds kort tijdens het droogtrainen. Maak ik alvast eten voor de hele week, zodat ik de rest van de week gewoon het simpel in de magnetron kan zetten en ik heel snel eten heb om tijd te besparen. Ik eet dit omdat ik het erg lekker vind, het heel simpel is om te maken. Er weinig calorieën in zitten en veel eiwitten. Dit is dus eigenlijk nog koud bevroren. Doe zo. En voor de smaak doe ik er nog lekker wat kaas op. Zo. Nu even opwarmen in de magnetron en klaar is Kees. Ja, lekker hoor. Dit is mijn bordje met eten. En ik neem ook altijd lekker een kopje koffie tussen de middag. Meestal 1 of 2 kopjes, zodat ik even wat cafeïne binnenkrijg. Ik krijg soms een dip na het middageten. En dat wil ik niet, dus dat ga ik tegen door een lekker kopje koffie te drinken. Dus dat is mijn middageten. Rond 4 uur krijg ik meestal erg trek. Dus dan neem ik een bak Franse magere kwark, omdat hier veel eiwitten in zitten en omdat dit erg goed vult. Kale kwark vind ik echt niet lekker. Disgusting! Dus daarom doe ik er zero limonade siroop doorheen voor een lekker zoet smaakje. Anders is het niet lekker. Anders is het niet zoet genoeg. Zo. Dit eventjes lekker roeren, jongens. En een lekker appeltje, zodat ik ook aan mijn 2 stukken fruit kom per dag. Toevallig heb ik van de week een nieuw boek binnen. De Ultramind Solution. In dit boek gaat er dus over wat de invloed van voeding is op je hersenen. Met dit boek hoop ik te leren hoe ik mijn voeding kan optimaliseren, zodat ik gewoon de hele dag door goed kan focussen en energie heb tijdens het werk. Dus daar gaan we binnenkort aan beginnen. En dan, rond 1 uur of 6, is het tijd voor het avondeten. We gaan lekker een pasta pestootje maken. Lekker makkelijk, laag in calorieën, veel eiwitten, veel groentes. Waarvan dit de ingrediënten zijn. Tijdens het koken luister ik vaak even iets lekker aan de podcast, zodat ik tegelijkertijd nog voor mijn gevoel iets nuttigs doe. Een lekker pan vol met groenten en kip. Wat wil je nog meer? Zo jongens, dit is het avondeten. Een lekker bordje pasta met pesto en een beetje kaas. En dit zijn de eiwitcalorieën en de overige macro's die hierin zitten. Na het avondeten neem ik altijd nog een half bakje Optimal. Dit doe ik omdat hier veel eiwitten in zitten en weinig calorieën. En daarnaast is de smaak ook gewoon super lekker. Ik weet dat heel veel mensen het lastig vinden om nou precies te weten wat ze hebben gegeten voor het avondeten, qua calorieën en qua macro's. En daarom ga ik jou nu de meest nauwkeurige methode uitleggen hoe jij dit kunt uitrekenen. Hoe ik dit zelf doe, allereerst weeg ik de ingrediënten die ik rauw in de pan doe. Dus alles wat in het avondeten gaat, weeg ik af. Dus bijvoorbeeld met de pasta pesto was het de koffiemelk, de pesto, de pasta en de kip. Dit schrijf ik op in mijn notities. Vervolgens, als het eten klaar is, dan weeg ik zelf hoeveel eten ik totaal op mijn bord heb. In dit geval 434 gram. Dit doet iedereen in het huishouden. Dus mijn zusjes, mijn ouders doen dit ook. Aan de hand hiervan krijgen we een totaalgewicht van het eten. De pan is leeg. Alles is gewogen. Het totaal
wordt nu berekend. Dat bereken ik dus door alles bij elkaar op te tellen, wat iedereen uit het huishouden had. Als er eventueel wat over is, dan tel ik dit er ook bij op. Mijn aandeel was uiteindelijk 601 gram, want ik had nog een keer opgeschept. En dit deel ik dan door het totaal van 1538 en dan kom ik uit op 39,1%. Vervolgens doe ik dit weer keer de rauwe ingrediënten die erin zaten. Dus wat ik aan het begin had opgeschreven, de koffiemelk, de pesto, de pasta. Zo kan ik precies uitrekenen hoeveel ik van elk ingrediënt had in mijn avondeten. En dan komen we uit op dit aantal calorieën en eiwitten. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste maaltijd van de dag. En dat is Griekse yoghurt met zero limonade siroop. Deze maaltijd probeer ik niet te dicht voor het slapen gaan te nemen. Meestal zo'n 1,5 tot 2 uur voordat ik naar bed ga. En dit doe ik zodat ik niet met een compleet lege maag naar bed ga. Maar tegelijkertijd mijn lichaam ook niet bezig is met nog allemaal dingen verteren tijdens het slapen. Griekse yoghurt met 2% vet, zodat het alsnog redelijk laag in calorieën is. En hiermee kom ik dus vandaag op 3013 calorieën en 233 gram eiwit. Ik probeer echt zoveel mogelijk eiwit te eten tijdens het droogtrainen om mijn spiermassa te behouden en dat ik dan voller zit. Dus dat is wat ik eet op een dag tijdens het droogtrainen. Als jij nou deze video leuk vond, geef me dan zeker even een like. En wat ik ook tijdens het droogtrainen heb geprobeerd is 2 weken lang intermittent fasting te doen. En als jij wil zien hoe dat ging, klik dan snel hier voordat deze video is afgelopen.